girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Welkom terug, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Sorry dat ik zo een beetje downloop, maar ik ben onderweg naar de winkel. Het was een redelijk zware weekend. Dus we zijn nu ook op ons mak aan het herstellen van een zware weekend. Maar mensen, een dikke shout-out naar dingen. Naar de Boobiets organisatoren. Want super goed gedaan. Dus ik wil daar een super shout-out naar geven. Volgend jaar kunnen we mij weer verwachten. En wie weet, breng ik mijn camera mee. Voor jullie kunnen we vragen stellen, kunnen we dingen doen. Dus misschien in de toekomst, je weet het. Dus was zeker en vast een dikke shout-out naar jullie toe. Alle DJ's die er waren, was super zalig. En we zijn nu onderweg richting de winkel. Ja, winkel. We gaan een boodschapje doen vandaag. Dus wat staat er op de planning van de week? Morgen brommer binnensteken. Luister hoeveel dat de kosten gaan zijn. Dus morgen ook mijn assistent verwitten. Hij kent al al die shit. Dus het is nu de afwerking van de brommer dat belangrijk is. En we gaan sowieso, maar ik neem jullie sowieso mee als ik aan het rijden ben. En het belangrijkste is, mijn brommer moet gemaakt worden. Maar ik ben ook even benieuwd naar de kost. Dat is al. En we gaan een keer, straks gaan we een keer kijken voor iets lekker en gezond. Dus als jullie receptjes hebben van gezonde voeding, dan mag vegetarisch zijn, dat mag pasta zijn, dat mag van alles zijn, maar zolang dat het gezond is, dat is super belangrijk. En ja, een nieuwe levensstijl, een nieuwe weg dat ik insla met gezond leven. Dus weet jullie receptjes voor gezonder iets te maken van drinken dat gezond is, laat me weten. Ik wil zodanig wel gezond leven, maar ik wil geen alprosoja, dit, dat, nee. Ik wil iets deftig hebben in mij, snap je? Dus, en hopen dat ik zo rap mogelijk niet de kilo's kwijt ben, maar gewoon fitter sta. Dus, dankjewel Boobiets voor de topnacht dat we hadden. En dat was super zalig. Dus mensen, maar kijk, ik ben nu onderweg naar de winkel. Abonneer zeker op mijn kanaal. Abonneer bij BC Manga Gamers en abonneer bij Patjes Vlog. Dus doe dat zeker. En deel mijn video zoveel mogelijk met zoveel mogelijk Instagram, Facebook, WhatsApp. Maakt niet uit op wat. Deel zoveel mogelijk. Hoe meer abonnees dat ik haal, hoe beter. Dus bij deze, ik zie jullie straks in de winkel. Ik zie jullie later. Welkom terug mensen. Zoals je ziet sta ik aan de Colruyt. Aan de Rode Hemlaan. Ik ben ondertussen al naar de Aldi geweest ook. Achter eten. En zoals je ziet, Alex is bij mij. En we hebben van het weekend de toppiekant gehad. En een dikke shout-out naar de organisatoren van Boobiets. Volgend jaar komen we sowieso zeker terug. Maar ik heb nog een paar ideetjes misschien. Ik ga dat een keer in de groep zetten. Ook van de Boobiets zelf. Maar kijk mensen, zoals je ziet. Ik heb mijn boodschappen gedaan. Ik heb een cadeautje gekocht van Gucci. En is dat nog? Oh, zo. En ik kan nu naar huis, dus. Ah, ik ook zijn niet. Inderdaad. Dus mensen, maar kijk, ik zie jullie later. En Tot de volgende. En welkom terug mensen. Zoals je ziet, heb ik even bij Alex gestaan. Hij was ook in de winkel. En we gaan nu op weg naar huis, want ik heb redelijk wat boodschappen mee. Zoals je ziet, mijn rugzak zit ook nog cadeau voor Gucci. Mijn hondje trouwens. En we gaan nog een keer op onze maxke boodschapjes wegzetten. Ik heb geen snukkel mee, gewoon wat eten. En het belangrijkste is mensen, ook al
worden niet graag gezien door bepaalde personen in het leven. Maar nooit opgeven. Dat is de motivatie dat ik heb. En de relatiebreuk, dan, ja, dan moet je ja, gewoon even voor tijd nemen, verwerken. En je kent dat wel, dat is, zo dat is belangrijk voor mij. Ik heb ook een relatie gehad van bijna 7 jaar, waardoor dat ik ook veel geprobeerd heb. Ik heb geknokt daarvoor. Uiteindelijk is het niets geworden. En het belangrijkste is, mensen, voor mij toch, ik heb fouten gemaakt, zoals ik in mijn vorige keer verteld heb. En ik heb daar mijn straf voor gehad. Ik heb me daar serieus uit herpakt. Het belangrijkste is, mensen, doordat ik door zo'n hel geweest ben, heeft dat mijn ogen opengetrokken. Ze hebben me mijn ogen laten openzien van dat ik zo niet verder kon. En ik heb die kans ook gegrepen met mijn beide handen, snap je? Beide handen heb ik gezegd van, ik ga daar gewoon een keer voor gaan op mijn mak. Gewoon, en kijk, binnenkort komt er weer een theaterstuk dat ik weer in meedoe. Snap je? Zo, de kickbox dat ik ga beginnen, theater dat ik nog ga meepakken. Dus dat zijn allemaal projecten waar dat ik mee bezig ben. Door, ook, ja, ik ben epilepsiepatiënt. Maar ik ben wel 2 jaar onder controle. Ik heb ook, dat is allemaal in orde. Kijk, de 18e moet ik medische onderzoek gaan doen voor de kickbox. Dus ja, dat is toch logisch. Ik ben al gezond op mijn eigen. Maar dat wil niet zeggen dat het gaat tegenhouden om te sporten. Ik zie, ik hoor van veel mensen, ik zit niet zitten, Nee, we moeten motivatie hebben van, het mag niet opgeven wat er ook gebeurt in het leven. Dat is zo belangrijk. Als hij gelukkig bent, ga ervoor. Als hij er niet gelukkig mee bent, moet je dan je hartje volgen en doen wat dat je gelukkig maakt. Niet denken, oh, ik ga het leven stappen. Nee, gewoon rustig, relax, chillen. Op het gemakske, kent dat. Gewoon niet stressen, gewoon je leven gaan voort. Je komt nog andere mensen tegen in het leven. Dat is zo belangrijk. Ik hoop dat ik er mensen mee kan motiveren. Dat is mijn bedoeling. Ik maak vlogjes voor jullie, omdat jullie soms een keer. Jullie trekken mij er ook door als ik het moeilijk heb. Dat is zo belangrijk. En ook al ligt er een paar dingen op mijn lever, maar ik moet dat toch niet altijd delen, snap je? Dat is, voor mij is een vlog maken, plezier maken, de leuke dingen laten zien. Ook, loopt het een beetje minder. Ga, blijf doorgaan, want dat is een motivatie, snap je? Zo ben ik dan. Dus, maar morgen ga ik Branker kloten en als ik hem bel, of ik ga hem via Facebook, ga ik hem in het Engels aanspreken. Dat is Brian, verstaat niet echt zo goed Engels, dus dat is een pluspunt voor mij. Dus mensen, maar kijk, ik zie jullie morgen. Ik ga nog een foto trekken, ook waarschijnlijk straks van Gucci zijn plekje, dus dat ik daar nog kan, dat ik erin ga bewerken. Dus mensen, maar kijk, ik zie jullie later. Morgen een nieuwe dag, nieuwe vlog. We gaan strakjes op ons gemak PlayStation spelen. En waarschijnlijk FIFA tegen Brian. En ik hoor jullie later. En vertijdje. Abonneer zeker op mijn kanaal. Abonneer op PC Manga Gamers. Abonneer op Potjes Vlog. Dus bij deze. Tot morgen.